Dit is het nieuws van woensdag 1 april. De Voedsel- en Warenautoriteit stelt een onderzoek in naar aanleiding van de klachten over de muizenplaag in het Hilvershof. Volgens de beheerder van het winkelcentrum, Martin Rivano, ligt het probleem bij chocolaterie Brouwer. Meneer Rivano kan bewijzen dat de chocola na sluitingstijd open en bloot ligt en dat dat de oorzaak is van de muizenplaag. Vindt de eigenaar het erg dat er een onderzoek komt? Nee, helemaal niet. Ze zijn welkom. We hebben ze al eerder gebeld van kom kijken wat er aan de hand is. Want we willen het heel graag laten zien en een onafhankelijk oordeel hebben. Dus niet van de bestrijder die betaald wordt door het Hilvershof, maar gewoon een echt onafhankelijk oordeel. En van mij mogen ze naar binnen. Ze zijn welkom. Volgens Martin Rivano ging het al lang niet meer goed met de zaak van de heer Brouwer. Daarom stuurde hij doelbewust aan op de muizenrel. Ik vind het heel knap, want hij kan niet in onze papieren kijken. We hebben meerdere winkels en die draaien allemaal prima. En dit is gewoon een manier van hem om ons zwart te maken. Als reactie op het onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit zegt Martin Rivano zijn zaak goed in orde te hebben. Bovendien verwijt hij de heer Brouwer dat hij geen ongedierte bestrijdingsplan heeft. Wat is de volgende stap van de heer Brouwer? Betekent dit ook het einde van de chocolaterie? Deze BV hier die stopt en de productie die zal op zoek gaan naar een nieuwe locatie in Hilversum. Want we willen wel gewoon door. Op perron 4 en 5 van het Centraal Station in Hilversum wordt een nieuwe kiosk geopend. De oude op perron 2 en 3 zal dan verdwijnen. De nieuwe kiosk krijgt een open uitstraling met veel verse producten zoals broodjes en sapjes. De opening is woensdag 8 april. De Vituskerk is al jarenlang de blikvanger van Hilversum. In 2002 is men begonnen met de restauratie van de toren, waarna in 2004 de kerk aan de beurt was. Maar de renovatie heeft in januari vertraging opgelopen. Die vertraging is gekomen door het slechte weer, toch een beetje een onverwachte winter. En daardoor konden we sommige dingen niet direct doen. De leidekker die kon op een gegeven moment het dak niet meer op. De leien vroegen aan elkaar vast. En het wordt te gevaarlijk op het dak buiten. Dus dat heeft zonder meer vertraging opgelopen. Je hebt op de site misschien gelezen dat er in de kapspand wat houtvorm en problemen zijn ontstaan. Of ontdekt eigenlijk. Door vocht en beestjes. En dat is inmiddels opgelost allemaal. Maar dat was dus wat meer dan we begroot hadden. Dus dat is meer een financiële tegenvaller en niet zozeer in de tijd. Dus niet alleen de vertraging, maar ook de financiën zijn een probleem. Waar komt het geld vandaan om dit te betalen? De restauratie wordt voor 70% betaald door het Rijk, omdat het een Rijksmonument is. En we hebben daarvoor subsidie gekregen van zo'n 6,8 miljoen euro. En de rest moeten we zelf betalen, want de kerk is eigendom van de parochie. Ook de toren is eigendom van de parochie. Dus wij moeten wat dat betreft de rest zelf betalen. En dus financieren uit giften, sponsoring, eigen geld en ook subsidie die we gekregen hebben van het Rijk en de provincie en de gemeente Hilversum. Dus met Palmzondag en met Pasen zitten de kerkbezoekers nog steeds tussen de stijgers. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd wanneer de renovatie zal zijn afgerond. De verbouwing is in ieder geval afgerond eind 2010. Dan is het zeker klaar. Dan moet de kerk van binnen en van buiten helemaal gerestaureerd zijn. Ja. Dan zal de haan weer trots op de toren staan te blinken. Rugby, dat is toch echt een mannensport? Maar in Hilversum niet. Want rugbyclub Hilversum heeft sinds kort een echt vrouwenteam. Modder, zweet, harde trappen tegen de schenen, tackles. Het maakt hem helemaal niets uit. Teamspirit en de wil om te winnen drijft hem tot het uiterste. Maar wat is rugby nu eigenlijk? Rugby is... Teamspirit. Bier drinken. Hele mooie mannen. Lekkere uitlaatklep. Hard. Stoer. Gezellig. De mooiste sport ooit. Teamsport. Tackelen. Leuk. Een bitch game. En of het een bitch game is... De beelden spreken voor zich. Het is hier. Maar ondanks het feit dat ze er heel veel plezier in hebben, zitten de dames toch met een probleem.
En daarom de volgende oproep. Wij rugbyclub Hilversum zijn op zoek naar leuke sportieve dames die zin hebben om ons team te versterken. Dus ben je lang, dik, dun of kort, dan is rugby jouw sport! Tip van de dag. Vandaag brengen we een bezoek aan het museum op de Kerkenbrink. Het museum Hilversum presenteert een expositie van de Hilversumse persfotograaf Jacques Stevens. Nou, Jacques Stevens kwam in 1937 naar het Gooi toe als fotograaf van de Gooi en Eemlander. En hij is hier eigenlijk tot en met de jaren 70 fotograaf geweest. Dus hij heeft al die tijd in deze regio gefotografeerd wat belangrijk was. En dat was dus de opkomst, de wederopbouw, dat was het Koningshuis, dat waren ongelukken van alles wat er gebeurde. En zo is hij een hele belangrijke fotograaf geworden voor deze regio. We spraken onder andere met directeur Stef van Breugel over de bijzondere betekenis van deze fotograaf. Nou, bijzonder aan Jacques Stevens was dat hij echt dagelijks leven fotografeerde. En dat hij dat zo vaak deed dat hij onderdeel werd van het dagelijks leven. Wat er ook gebeurde, Jacques Stevens was er. En tegelijkertijd bleef hij altijd de fotograaf die met afstand op zijn trappetje alle dagelijkse taferelen in beeld bracht. Wilt u meer zien en te weten komen over deze expositie? De foto's zijn tot 13 september te bezichtigen in het Museum Hilversum. Vraag van de week. Is Hilversum over 20 jaar nog steeds de mediastad? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Denk het niet? Ik denk het wel. Het zit er al zo lang. Het zal er maar een poosje door blijven gaan. Ik denk wel. Ja. Want ik denk dat het moeilijk te bereiken is. En ik denk dat Almere wat meer ruimte heeft. Het zit hier al zo lang. En ik denk niet dat het gauw verdwijnt. Als ik op het ogenblik naar dat terrein kijk wat ze er allemaal neergezet hebben. Dan kun je dat niet zo wegpoetsen natuurlijk, hè? Nou, dat denk ik niet. Ja, want zover ik weet is RTL 4 zit hier en nog een paar andere zenders. Dus ik zou eigenlijk niet weten waarom ze daar weg zouden gaan. Het is op zich een goede plek. Nou, Hilversum wordt ontzettend klein. Ik denk dat ze veel meer buiten Hilversum gaan of op grote terreinen. Ja, en er komt steeds meer televisie, dus dat denk ik. Ik denk het wel, ja. Ja, ik heb zo'n idee dat ze wel kans zien om dat in stand te houden. Ik heb eigenlijk geen idee, maar ze zullen het wel zien, denk ik.